U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. De mooie winterbeelden van de afgelopen dagen behoren voorlopig tot het verleden, want het weer gaat veranderen. Vandaag zagen we daar nog niet zo heel veel van, want op de satellietfoto bijvoorbeeld zien we een vrijwel wolkeloos Nederland. Er zitten wel wat wolkenvelden in onze omgeving ten zuiden van ons wat sluierwolken en op de Noordzee wat wolkenvelden. Onze aanvoer uit het noordoosten zorgt voorlopig nog voor helder weer. Dat gaat geleidelijk aan veranderen, want de wind gaat draaien, maar zover is het vanavond nog niet. We hebben te maken met veel opklaringen en die opklaringen blijven een groot deel. ...van de avond en in elk geval ook een deel van de nacht nog wel ons deel. Vanavond vriest het al snel 1 tot 3 graden. In de nacht gaat de temperatuur nog wat verder omlaag. En uiteindelijk zien we de laagste temperaturen in het oosten en zuidoosten van het land. Ongeveer min 5, betekent matige vorst. Tegelijkertijd zien we in het noorden van het land de bewolking toenemen. En die bewolking die trekt geleidelijk aan naar het zuiden. Dat zal morgen in de loop van de ochtend gaan gebeuren. En dan volgt er ook wat lichte neerslag. Misschien. Want het zijn zeker geen grote hoeveelheden. Er is een kleine kans dat in het noorden van het land er een klein beetje winterse neerslag valt. En dan zou het lokaal nog glad kunnen zijn met heel veel slagen om de arm. Want de neerslaghoeveelheden zijn gewoon zeer beperkt. En tegelijkertijd zien we ook de wind draaien naar een noordelijke richting en stroomt zachtere lucht het land in. Morgenmiddag is het uiteindelijk 2 graden in het zuidoosten en een graad of 6 in het noorden van het land. De dagen die volgen laten ook vrij hoge temperaturen zien. Zondag een dag met een enkele bui, maar ook met zonnige periode 5 tot 7 graden. Vergelijkbare temperatuur op de maandag, maar dan met veel bewolking en af en toe wat motregen. Dinsdag lijkt weer een droge dag te worden, en voorzichtig zien we de zon weer af en toe schijnen. Dat rustige weerbeeld met vrij hoge temperaturen in de nacht gaat daarna wel weer iets veranderen. We zien een grotere zaagtand verschijnen. De verschillen tussen dag en nacht worden groter. Dat betekent ook dat de kans op vorst in de nacht weer iets toeneemt midden volgende week. Maar een vorstperiode zit er sowieso niet in. Dat zien we ook als we kijken naar de kansverwachtingen voor sneeuwval. Want die is er niet of nauwelijks. Geen sneeuw verwacht, geen winterweer. Langzaam maken we ons misschien een klein beetje op voor de lente. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.